Achterroot, 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 kop, Het lijkt een beeld uit vervlogen tijden. Een trekpaard dat bomen wegsleept uit het bos. Maar in Bosland in Hechtel-Exel is het weer actueel. Zowel het agentschap Natuur en Bos als de gemeente hopen dat particulieren warm kunnen gemaakt worden om paardenkracht in te schakelen in plaats van ruwe machines. Deelnemers aan het project krijgen er geen geld voor, maar het hout mogen ze wel houden. Bosland is een verhaal waarbij we de mensen terug naar dat bos willen brengen. Terug willen laten zien hoe mooi het eigenlijk is. En die erkentelijkheid voor dat bos en voor die omgeving om dat te doen groeien, dat is de inzet die we vandaag ook hebben. Harry, stel eens. Het bossencomplex Bosland is 4500 hectare groot. 225 hectare, kwetsbaar gebied met waardevolle bodem, komt in aanmerking voor bosbouw met natuurlijke paardekracht.